We praten nu met Gina Doekie, de cybercrime specialist. Juist om dingen waar je het misschien niet zo vaak over gaat of alleen de headlines haalt als er inderdaad een universiteit is gegijzeld, de software. Ja. Om eigenlijk meer informatie te geven. Dus DDoS-aanvallen, ook dat horen we. Ja. Maar ik denk dat heel weinig mensen weten wat dat nou precies is. Ja. Wat is een DDoS-aanval? Ja, een DDoS-aanval, dat is wanneer eigenlijk heel veel pakketjes wordt gestuurd naar een server, een computersysteem. En zoveel dat hij het niet aan kan, waardoor hij dus niet meer kan werken. Alsof je naar een klantenservice gewoon maar vragen blijft sturen, waardoor ze niet meer in staat zijn om te antwoorden. Ja, of als iedereen belt naar één nummer en gaat alles en dat plat. Gaat alles plat. Dus dan kan je dus niet meer werken. En dat is natuurlijk voor bedrijven heel zorgelijk. Want soms als je 5 minuten niet meer kan werken, mis je al heel veel geld. En ik vind, kijk, het is ook bijvoorbeeld MKB, dus de middelgrote bedrijven, die hebben misschien minder budget voor security. Dus zij zijn ook vaak slachtoffer. Maar eigenlijk moeten we niet meer ergens zijn dat we weinig budget hebben of dat we het als een ondergeschoven kindje zien. Want security moet je gewoon nu aanpakken. En dat zien we toch wel als 2/3 van de bedrijven wordt getroffen door een vorm van cybercriminaliteit. Dan zit het dus blijkbaar niet goed. En ook heel veel mensen zeggen dat een gebruiker, dan moet die gebruiker maar niet op dat linkje hebben geklikt. Want zo komt ransomware bijvoorbeeld binnen. Dat je wordt misleid door een bepaalde e-mailbericht die lijkt op een bank. Mm-hmm. En je klikt erop. Nou, we kennen ze allemaal. Maar het is niet de schuld van die medewerker. Want jij bent een specialist, maar zou het jou kunnen gebeuren? Ja, ik denk dat het iedereen kan overkomen. En dat we moeten daar. Maar dat is heel belangrijk dat je dat zegt. Het kan dus, jij bent de specialist. Jou kan het gebeuren. Ik denk wel dat het mij minder snel zal overkomen. Maar ik wil wel dat we niet meer gaan schamen om het te zeggen dat precies. Het kan gebeuren. Want ze worden gewoon steeds slimmer. De criminelen worden slimmer. Ik bedoel, weet je, vroeger hadden we een soort half Engels, half Nederlandse phishing mails. Ja. Nou, dat zie je niet meer. Nee, weet je? Een knappe prins. Ik ben een knappe prins uit Nigeria. Dat weten we nu allemaal wel. Precies. Maar of bijvoorbeeld bij jou. Jij bent dan iemand die bekend is. Dus misschien heb je ook wel gerichtere aanvallen die je ziet. Weet je? Ja, kan je jou blamen dan als je daar op zou klikken een keer? Ja. Ja, weet je, dat niet, denk ik. Alleen we moeten wel voor zorgen of een maatschappij creëren. Hoe gaan we het dan aanpakken? Maar het is wel belangrijk wat je zegt, hè? Want die schaamte, dat is een belangrijke reden. Er wordt relatief weinig aangifte van gedaan. Mensen denken, of wordt het verteld, ook in organisaties. Ja. Van, laat maar zitten, want dit is echt zo dom. Ja. Eigenlijk is jouw belangrijkste oproep, als je op zo'n linkje klikt, het kan echt iedereen gebeuren. Ja. Maar meld het alsjeblieft. Ja. Hè? En of doe de aangifte aan. Meld het aan je systeembeheerder. Maar denk niet, ik kijk wel weg, want het is er niet. Ja. Het zit in het systeem. Je brengt andere mensen in gevaar. En we kunnen er ook van leren. Als iemand erop heeft geklikt, of hoe Universiteit van Maastricht alles naar buiten heeft gebracht, hoe ze het hebben opgelost. Daar kunnen anderen weer van leren. En die 2/3, misschien is het wel iedereen, weet je. Ja, of alle bedrijven gaan uiteindelijk een keer iets tegenkomen van cybercriminaliteit. Want het is niet de vraag, weet je, wanneer, of je wordt gek, maar wanneer. En dat zeg ik altijd. Ik zeg heel veel dingen ook vaker, maar we zijn er nog lang niet. Nee. We zijn nog. En ook dan, dat zijn dus bedrijven, maar echt voor de burgers dan. Ja, zien we ook zoveel. En dan mensen die gewoon niet bewust zijn van wat er gebeurt, weet je. We zien door coronatijd dat er veel meer afstand is tussen mensen. Dus is er veel meer WhatsApp-fraude. Mm-hmm. Nou, WhatsApp-fraude is dat er iemand zich voordoet als iemand die je kent, een familielid, en dan om geld gaat vragen. Dus, ik ben je dochter. Ik heb met spoed 1000 euro nodig. Kan je dat gewoon nu voor me stort? Gewoon nu, weet je. En dan, tuurlijk, je bent moeder, vader. Ja. Ik ga mijn dochter helpen. Maar het is een ander nummer, weet je. Of niet trouwens. Het nummer kan ook gek zijn. Maar waar gaan we van? Ik bel mijn dochter even op. Of ik rij even langs, weet je. Oké, met coronatijd gebeurt dat dus minder. Dus die cybercriminelen weten dat ook. En die gaan gewoon hun kans pakken. En zo hebben gewoon burgers heel veel last, want het gebeurt heel veel. We zien echt wel een stijging in de WhatsApp-fraude. En dat zijn ook miljoenen,
miljoenen euro. Wat is er voor nodig om die bewustwording verder te krijgen? Want loop niet over straat met je telefoon of je portemonnee zichtbaar in je kontzak. Dat heeft volgens mij, dat doen nog steeds wel eens mensen, maar ja. Volgens mij heeft iedereen dat wel helder. Ja, precies. Maar eigenlijk lopen we allemaal, als het gaat over onze telefoons en WhatsApp en e-mail, nog steeds met onze portemonnee en onze telefoon in het zicht voor de boeven. Ja. Wat is er nodig om die bewustwording te krijgen? Wat ik lastig vind, wat volgens mij lastig is aan de digitale wereld, we gebruiken het allemaal, maar er zijn maar heel weinig mensen die artificial intelligence hebben gestudeerd, zoals jij, die kunnen programmeren, die weten welke wereld erachter schuil gaat, welke eentjes en nulletjes er zijn en hoe die kunnen worden omgezet en gebruikt en misbruikt door mensen met kwade bedoelingen. Hoe krijg je dat zichtbaar, dat het een echt risico is? Sowieso, om erover te praten, dat is al gewoon stap 1. En dan in begrijpelijke taal, weet je. Kijk, ik kan inderdaad vaak technisch overkomen, maar ik probeer het wel helder. Nou, ik vind dat heel erg meevallen. Helder, ja, ik wil het helder uitleggen voor iedereen. En ook, kijk, bijvoorbeeld de ouderen begrijpen minder wat er op het internet gebeurt. Dus we moeten ook de ouderen gaan helpen om daar bewust van te worden. Maar ook de jongeren die opgroeien met het internet, wij kennen die tijd niet, dat we op de basisschool, middelbare school een telefoon hadden. Maar dat is nu wel aan de orde. En ja, zij zien ook niet altijd de gevaren. En hoe ga je die jongeren aanspreken? Door de verhalen te delen. Ik bedoel, sextortion, dat is waarbij er, nou ja, je Snapchat-account wordt gehackt en pikante foto's, waarbij je bedreigd wordt dat je pikante foto's op straat worden gelekt of naar je familieleden wordt gestuurd. Dat is heel heftig. Dus het is niet, ik vind dat we moeten ook gaan realiseren, het is niet alleen financieel waar de cybercriminelen achteraan zitten. Het gaat niet alleen om geld. Maar ze kunnen ook emotionele schade aanrichten. En ook bij jongeren, weet je, dat gaat voor hun hele leven misschien achtervolgen. Nu luisteren er best wel veel jongeren ook naar de podcast, weet ik. En stel je dan voor, je hebt plaatjes voor jezelf, blootfoto's van jou of van je vriendje of van je vriendinnetje en je wil dat toch met elkaar delen. Wat zou jouw advies dan zijn? Ja, niet doen. Gewoon niet doen? Nee. Eigenlijk zeg jij niet doen. Nou ja, nee, eigenlijk niet, weet je. Ik bedoel, ik snap dat het spannend is en je bent ver bij elkaar vandaan. Ver bij elkaar en je wil even een spannend fotootje sturen. Ja, nou ja, goed. Moet toch kunnen? Ik zou sowieso nooit je gezicht erop doen. Oké, maar dat is eigenlijk al heel praktisch. Ja, dat is regel nummer 1, dat je niet herkenbaar bent. Ja. En dan goed, dan kan je ook weer nadenken over dat het tegenwoordig kan je gewoon een gezicht erop plakken, weet je. Maar ja, dat kan altijd, ook met een lichaam wat niet van jou is. Nee, dus, dat zou ik dan het liefst hebben, dat ze dan een heel mooi lichaam kiezen. Ja. Als ze dan toch doen dan. Precies. Ja, doe dan maar. Doe dan het lichaam van Orlando Bloom of zo, waar ze mijn hoofd op plakken. Ja, precies. Ja, maar dat is dan misschien een enige tip. Maar ik zou gewoon echt Heel voorzichtig zijn. En ook, stel, we zien ook dat heel veel mensen nog paspoort, een foto van je paspoort in je e-mail bewaart. Ja, niet doen. Nou, oké, we zijn nu eigenlijk in het, dat wilde ik later doen, maar dat gaan we gewoon nu doen. We zijn in het lijstje met tips. Dus het eerste is, stuur je pikante foto's naar je liefje of naar iemand. Zonder je hoofd. Zonder je hoofd, dat is een hele belangrijke. Als je je paspoortgegevens niet bewaren in je e-mail. Niet bewaren in je e-mail. Okay. Maar nog belangrijker is om 2-factor authenticatie te hebben op je e-mail. Dus als je al iets in je e-mail hebt qua belangrijke informatie. Eigenlijk 2-factor authenticatie op alles wat je hebt digitaal is wat belangrijk. Wat is dat, 2-factor authenticatie? En dat is is eigenlijk dat je een tweede stap van verificatie moet doen om in je account te komen. Dus de meeste mensen hopelijk kennen het al, maar in je e-mail is dat je bijvoorbeeld een sms'je op je telefoon krijgt en dan met die code kan je weer inloggen. Nou, en ik heb net over simswapping verteld, dus misschien is je telefoon niet altijd de veiligste manier, maar je hebt ook een authenticator app op je telefoon die je kan installeren. En daarmee kan je dan toegang krijgen. Er zijn heel veel verschillende manieren. Dus lees je daarin. En dan zet het aan. Dus op je Instagram, op je Facebook, op je Twitter-account. Oh, wow. Zijn er gewoon in je instellingen kan je gewoon naar 2-factor authenticatie aanzetten. En dan kan je kiezen op de manier wat die tweede factor dan is. Ja. En ja, dat is gewoon één. Eigenlijk even praktisch gezegd, het is een dubbel slot.
Dus je doet hem op slot, maar je doet ook nog even het schuifje dicht van je deur. Precies. Ja. En ja, inderdaad, vroeger gingen we ons huis gewoon op slot draaien. Ja. Maar nu doen we dubbele sloten. En dat moet je ook met je telefoon doen, je accounts. En ja, die bewustwording. Dat is echt, als we dat al doen, dan kunnen we al heel veel eigenlijk afwenden aan cybercriminaliteit. Ook maakt ook tweede factor in je gewoon in je systeem moet het zitten. Dus met vriend- en noodfraude of WhatsApp-fraude, bel je dochter die om geld vraagt. Oké, dus dat is tip 3. Tip 4 eigenlijk al, zitten we nu. Ja. Dus als iemand jou via WhatsApp, eigenlijk zeg je vertrouw WhatsApp niet blind. Dus als iemand jou om geld vraagt, bel even na. Ja. Altijd checken. Bellen en iemand stem horen. Ja. Niet terugsturen, niet gaan appen, gewoon even bellen. Ja. Nooit geld overmaken. Nee, nooit geld. Eigenlijk iedereen die om geld vraagt, niet doen. Is al, dat moeten al alarmbellen gaan rinkelen. Of als iemand om inloggegevens vraagt, of om je bankrekening, of wachtwoorden. Gewoon alles wat je privégegevens zijn. Als iemand daarom vraagt, dus ook in de mail op een linkje klikken, dan moeten al alarmbellen gaan rinkelen van dit is niet goed, of ik moet het gaan checken. Dus als jij ook een phishing-e-mail krijgt, ga het checken. Bel gewoon de bank zelf. Het is grappig. Ik heb nu toevallig, ik hoop niet dat mijn zoontje vanmiddag niet naar de voetbaltraining mag, maar ik kreeg een linkje opgestuurd om de contributie te betalen. Ik heb nu al een tweede link gekregen. Ik heb het nog niet gedaan, omdat ik de penningmeester nog niet heb gebeld om te vragen. We zijn er net nieuw bij deze voetbal. Hij zit net op voetbal, dus ik ken het nog niet, hoe het werkt. Er is mij wel iets verteld over dat allemaal digitaal gaat. Ja. Maar ik heb een linkje gekregen wat ik niet ken. En dus ik heb nog niet, ik weet niet als de penningmeester nu luistert, sorry. Maar ik heb nog niet betaald. Maar eigenlijk zeg je, kan ik gewoon zeggen, Gina vond het goed dat ik nog niet heb betaald. Ik had misschien eerder moeten bellen. Toch even te checken of het echt van de club is. Ja, klopt dat jullie mij op die datum dat sturen. Maar dat is wat je bedoelt eigenlijk. Als je iets krijgt waarvan je niet weet. Kijk, als je volgend jaar hebt, op een gegeven moment weet je hoe het eruit ziet of wat je krijgt, op welk moment in de tijd. Ja, maar ja, je kan wel gewoon zelf naar internetbankieren gaan en daar je factuur betalen. Ja. Oké, nu ken je het niet, dus maar de volgende keer. Maar als iemand een linkje stuurt waarin je wordt naar een phishing site wellicht wordt gestuurd of naar dus een banksite, en je daar dan gaat inloggen, dat moet je eigenlijk sowieso niet doen. Gewoon naar je eigen app, je eigen internetbankieren en dat verifiëren. Ook als je dus een mailtje krijgt van LinkedIn, ga naar je LinkedIn. Kijk of dat bericht ook daarin staat. Weet je, van nog je een hele goede tip. Ja. Dus niet erop klikken, maar gewoon naar je eigen plek gaan. Ja. Weet je wat het lastige is, hè? Hiervan? Merk ik zelf. Door mijn werk, door het werk wat ik doe en doordat er ook bedreigingen bij mijn werk komen kijken, ben ik opgevoed met een bepaald, de afgelopen 10 jaar, met een bepaald veiligheidsbewustzijn, zoals ze dat dan noemen. Dus opletten wat je doet, zowel in het fysieke leven als online. Zal ik ook nog steeds precies wat jij zegt, hè? Nog steeds fouten maken en ook op dingen klikken die niet moeten. Ja. Wat ik wel merk, wat de grootste drempel is om het niet te doen, mobiele telefoons en apps hebben het leven super makkelijk gemaakt. Even een linkje, even dit, even dat. En nu moeten we eigenlijk weer een stap terugzetten, sinds een paar jaar. Moeten we inleveren op comfort. Omdat het allemaal zo makkelijk was. En nu moeten we weer allerlei extra stappen zetten. Ja. En ik bemerk bij mezelf dat ik daar, als ik weer iets nieuws komt, dan krijg je weer door van, er is weer, wordt hierna gevist of dat. Nu moet je deze stap zetten. Verdorie, het was net zo makkelijk. En je levert in op hoe makkelijk het leven is eigenlijk. Ja. Waar apps het leven makkelijker maken. Dat is altijd met beveiliging. Ik bedoel, ik wil ook mijn huis niet op slot doen, want dat is makkelijker. Maar dat doen we toch allemaal. Ja. Weet je? Dus we moeten ergens die shift gaan maken van denken over ook onze digitale veiligheid.